We hebben de tentoonstelling Overzicht genoemd, omdat we dus eigenlijk werk horen brengen van Maand Forain en van Guy van den Brande. En we hebben eigenlijk werk gebracht van Guy van den Brande van de jaren 50 tot nu. Eigenlijk een heel mooi overzicht van zijn werk. Ja, we hebben gekozen voor Guy van den Brande, omdat, niet alleen omdat hij een heel grote kunstenaar is met veel internationale links. Maar we hebben ook gekozen voor Guy van den Brande omdat er een binding is met de streek, meer bepaald met Assenede, waar er op verschillende publieke plaatsen eigenlijk werk te zien is van de branden. Ik denk dat elke Assenedenaar daar ondertussen zomaar voorbij loopt, zonder het goed te beseffen. Maar er is één heel belangrijk werk dat ook een binding heeft met Assenede. Het staat hier achter ons, dat is de Kubus. De Kubus is een kunstwerk dat in Assenede gestaan heeft naar aanleiding van Artsenede. De Kubus heeft jarenlang in de bibliotheek gestaan in Assenede, maar is nadien verplaatst geweest wegens plaatsgebrek naar de ingang van de sporthal, waar hij om veiligheidsredenen ook is weggehaald. Door die verhuis zijn er heel wat onderdelen van die Kubus beschadigd geweest. Ook de Kubus is ook ontmanteld geweest voor een bepaalde periode. Na samenspraak met Assenede hebben wij het kunstwerk opnieuw gerestaureerd en terug in een goede, degelijke staat gebracht, zodanig dat het werk terug het publieke domein kan veroveren. De tentoonstelling loopt van vrijdag 15 maart tot zondag 31 maart en is geopend op vrijdagavond, op zaterdag en zondag, vrij toegankelijk voor het publiek. Op andere momenten is de tentoonstelling te bezichtigen op afspraak.